Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van The Sims 4 Landelijk Leven. Welkom jongens, leuk dat jullie er zijn. Vorige week hebben we natuurlijk enorm veel geld gemaakt door de enorme gewassen. Daar ben ik hartstikke blij mee, dus dat gaan we ook zeker vandaag gaan we leuke dingen doen. Moet ik eerst eventjes de plantjes in de gaten houden, want ik weet niet of alles goed is. Want we hadden natuurlijk ook nog 6 pittige champignons, die hebben wij hier ingezaaid als het goed is. Dus die moeten nog eventjes gaan bemesten. Ik heb geen kunstmest. Kunnen we hier ergens even in de buurt gaan vissen? Even gauw. Want dan kunnen we eventjes bemesten. Wat bemest moet worden. Ja, je hebt hier wel een visding. Kunnen we hier vissen, jongens? Ik moet even een visplek vinden. Want met die vissen kunnen wij namelijk gaan bemesten. En dan kunnen we op die manier wat de kwaliteit ook beter. Dus ik moet even kijken. Ja, hier kunnen we bijvoorbeeld vissen. Ik kan me nog herinneren dat we trouwens hier ook van de burgemeester dacht ik een klusje moesten doen. Dus misschien hebben we dat ook nog wel kunnen doen. Maar we hebben nou al 3 stuks. En we moeten witte eieren afleveren. Voor mij was dat 12 stuks. Dus we gaan vandaag ook... Nee, ik heb geen zin in bellen. Dus we gaan zometeen kippen kopen. Plus een haan. En hebben we onze eerste kippen hebben we. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar eerst nog eventjes een beetje visjes vangen. Zodat we dat kunnen gebruiken. Want we missen een tonijn van 10 kilo. Dat is een flink tonijn. Goeiedag zeg. Brazem heeft hij gevangen. Goed bezig Bob. Hier, daar komt, wie is dit hè? Florian Smit. Goed bezig. Mooie trui trouwens. Een schatkaart. Oh. Nou, gaan we maar even doorvissen. Nou, Bob is weer thuis naar het vissen. Hoeveel vissen heeft hij gevangen eigenlijk? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vissen. Nou, dat is in principe genoeg. Want ik wil dit bemesten, als het kan, met tonijn. En de rest is volgens mij allemaal al bemest hoor. Maar zo heel veel planten hebben we gelukkig nog niet. Dat is met mijn andere familie is dat een ander verhaal. Hebben we zoveel planten joh, dat is niet normaal. Ja, dit is allemaal bemest, dus dit kan hij in principe bemesten. Dus doe dat maar even bemesten en dan ga daar nog maar naar bed. En dan gaan we in de ochtend gaan we nieuwe kipjes kopen. Heeft dit nou bemest? Ja, top. Dan doe ik deze vissen doe ik wel in de koelkast. Dan kunnen we misschien altijd nog of gebruiken om moeten we die ergens ophangen of zo? Het is zomer! Yay! Oh, wat is er met Bob? Rugpijn door goedkoop bed. Ja, je had niet zoveel geld. Laten we kippen kopen. We gaan een 1 witte haan plus 3 kippen. Denk ik. Kost $500. Kijk, top. Dan hebben we in ieder geval kipjes. Daar ben ik hartstikke blij mee. Welkom in de familie. Als jullie leuke naam hebben voor de kippen, jongens, let me know. En voor de haan. Dit is de haan en we hebben nog 2 kippen, als het goed is. Hey. Wild konijn. Acties. Kubepa Anurmalu. Rifna Yabahorn. Waarom... Kunnen we daar niet iets mee doen? Ik wil graag wild konijn, wil ik graag iets leuks doen. En we kunnen ook alles oogsten, zie ik. En dan hebben we nog €672. Dus we zouden eventueel... Hebben we nog... Nee, we hebben geen dingen. Enorm gewassen zaadjes. Doen we alles weer in. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kan dat in ieder geval weer in worden gezaaid. Want dat levert nog veel geld op. Aubergine, pompoen en champignon. En zodra we wat meer geld hebben, dan gaat het helemaal goed komen. We hebben nog €587. Kunstmest voor enorme gewassen kopen. Kijk, we hebben er 5. Met nog €337 over. Alles direct bemesten. En dan hoop ik dat we heel snel eieren hebben, zodat wij dat kunnen gaan verkopen. Gewas bemesten, vitale kunstmest. Mooi! Nou, hebben we dat in ieder geval allemaal al gedaan? Ik moet alleen nog even 12 eieren zien te vinden. Maar we hebben natuurlijk nog geen eieren, dus dat is een beetje jammer. Nou, dan moet ik even kijken of... ik wil graag die konijnen. Ja, kijk. Gezellig doen. Maar dat is volgens mij ook wat we nodig hebben. 5 keer iets gezelligs doen met een vos, konijn of vogel. Want dan kunnen we namelijk op een gegeven moment kunnen wij de konijnen vragen om ons te helpen.
En dat is wel leuk. Nou, ik ben weer naar het dorp gegaan om weer even spul te verkopen. En dan wil ik even kijken of ze toevallig iets van lekkernijen hebben. Want het mooiste zou zijn als we namelijk een gouden lekkernij kunnen krijgen. Ik weet dat je daar een... dat je daar honing voor nodig hebt en een gouden ei. Maar ik denk niet dat ze dat hebben. Want dat het echt puur alleen is voor als het... hoe zeg je dat? Als er een braderie is. Dus dat is wel jammer. Maar ik hoop toch dat misschien dat het andere mensen het heeft. Veerfruit is trouwens ook best veel waard. Hè? Moet je kijken hoe duur dat is. Als je dat koopt. Het levert echt veel geld op als je dat verkoopt. Hier, pitaya nog erger. En laten we ook een ananas kopen. Dan kunnen we dat straks inzaaien. Bosbes. Kijk, groen ei. Daar hebben we niet zo heel veel aan. Kleine aubergine hebben we ook niet zoveel aan. En verder is er niet zo heel veel. Doe ik maar even 5 rood vlees. Dan krijgen we namelijk nog wat extra, kunnen we wat extra dingen maken. En een framboorskop ook. Maar ik weet niet of we wel een frambozen ding hebben geplant. Zowel, maakt het niet uit. En dan gaan we eerst haar eens even vragen. Kijken wat hun allemaal, wat zij allemaal verkoopt. Super benieuwd. Zou ook wel niet heel veel verzekeren. Een aardbei levert ook best veel op. Hè? Laten we de aardbei doen. Misschien heb ik die al wel gekocht. Kijk, feestelijke dierenlekkernij. Gezonde lekkernij. Laten we die doen. Maar gouden lekkernij is ze niet. Dat is wel jammer. Heeft ze geen goud ei? Maar als we een gouden ei kunnen krijgen, dan kunnen we die zelf maken namelijk. Maar dan moet we wel weten hoe dat werkt. Eigenlijk. Pompoenlekkernij. Oranje eieren krijg je daarvan. A paprika. Muesbes. Kropsla. Frambozenjam. Feestelijke dierenlekkernij. Ja, er staat niet echt wat tussen. Dat is wel jammer. Aardappel kan ook nog wel. Nou, dan gaan we naar huis. Gaan we die zooi inzaaien. En dan is het ook alweer bijna avond. Dan gaan we even slapen. En dan hoop ik dat we alvast een paar eieren kunnen krijgen. En misschien hebben we wel een broedei. Je weet het niet. Nou, zijn we. Eens even kijken. Hebben we wel framboos? Bosbes? Ja, framboos hebben we al. Oh. Ananas kan. Aardbei hebben we nog niet, hè? Nee, aardbei. De kast moet op een gegeven moment ook een stuk groter trouwens, hoor. En geef die kip. Geef die kip maar eens eventjes een lekker eitje. Of, wat is dit? Fruitlekkernij. Dan krijgen we een blauw ei. Dat is ook wel leuk. Ja? Huh? Ja. Kijk, die gaan aan het eten en dan hebben we dat geleerd. Dan moet Bob nu eerst even... die even inzaaien. Of planten. En nou, die framboos die kunnen we in principe gebruiken om te bemesten. En dan pakken we nog eventjes 2. Die. Kunnen we dat in ieder geval bemesten. Want als je Sims speelt, jongens, is het echt heel fijn om een kast te hebben. Want omdat je seizoenen hebt, dan op een gegeven moment groeien ze helemaal niet meer. En in een kast groeien ze altijd. En dat is wel heel erg prettig. Nou, even alles water geven, even alles bemesten. En dan denk ik dat we straks al wel dinges kunnen krijgen. Hoe heet het? Nee, niet ontwortelen. Dat wij... Ach, hoe heet dat nou? Ik ben vergeten wat ik wil zeggen. Oh ja, dat we een blauw ei hebben, dat wil ik zeggen. Oké, dat is bemest. Mooi, dan moet eerst Bob eventjes douchen en eten en zo gebruiken. Douchen en eten. Nou, laten we eens eventjes eieren gaan rapen. Kijken hoeveel eieren we hebben. We hebben 3 eieren, 1 speciaal ei. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk een blauw ei hebben. En dat levert ook wat meer geld op. We doen nog 1 dag voordat dat bederft. Dus laten we dat heel eventjes allemaal in de koelkast doen. Want dat bederft dat niet zo snel. Dan kunnen we dat namelijk zometeen opruimen. En ga eerst maar eens eventjes dat opruimen. En dan gaan we lekker slapen. Zometeen. Want ik hoop echt dat we gauw die... dat we 12 eieren kunnen krijgen. Of natuurlijk 6 van die champignon dingen. Alleen, ja, dat duurt nog wel eventjes. En ik zie dat de ananas groeit. En de aardbeestruik groeit ook. Dus langzaam, want komt het allemaal wel goed. Volgende dag. Het kipwok is wel een beetje vies. Hoeveel eieren zijn er? Er kunnen 2 eieren worden geraapt. Dus doe maar oprapen. En dan zie ik ook dat hij nog even moet
poepen of plassen en dan even klikjes pakken en dan moeten we eventjes de tuin in. Want ik zie namelijk dat het een en ander geoogst kan worden en dat de gewiet moet worden. We hebben nog net genoeg geld om... Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft informatie over een broedei. Oh, we hebben een broedei, jongens. Wat goed. Dan krijgen we een babykuiken. Ach, wat lief. Broedei. Zet die er maar in, dan krijgen we een kuikentje. Dit ei, daar hebben we dus nu als het goed is 3 eieren. En die is ook kapot. Dat is ook wel weer fantastisch. We hebben alleen nog niet zo heel veel geld om... hoe heet het? We kunnen het wel kopen. Kunstmest. Maar hebben we nog maar $10 over. Dus ik denk dat we dat wel gaan doen. Want elke dag moet dit namelijk bemest worden. Wat heeft hij nou eigenlijk? Vitale kunstmest. Oké, nou dan hoeven we er maar 4 te kopen. Kunstmest. 1, 2, 3, 4. $200 hebben we nog $60 over. Nou, wat een feest. Want dat is het. Ja, weet je, jullie hebben gezien hoeveel dit oplevert, dit gewas. Alles moet. Elke dag moet het bemest worden. Dan wordt het echt fantastisch. En we hebben hier ook dit allemaal. Dus dat zouden we eventueel straks kunnen gaan verkopen. Eventueel. Het is nu wachten dat we eigenlijk hopelijk genoeg kippen hebben. Of genoeg eieren hebben. Om het te gaan verkopen en het aan die kel te geven. Die pittige champignons die gaan ook niet zo hard. Vind ik. Voor mij zit dat konijn hier vast, of niet? Die zit hier al de hele tijd. Is niet anders. Goed, we hebben eventjes een klein probleempje. Ik heb even een beetje doorgespoeld. De vrouw, de kruideniers, mevrouw Kim, die kwam eventjes langs. Die wou je een goede dag zeggen, dus die is even langsgekomen. En ze gingen flirten, hè? Net, ze gingen flirten. Kijk, de liefdesrelatie. Ietsjes hoger. We hebben nu 5 eieren in de koelkast. Dus ik hoop dat wij eigenlijk nog zo snel mogelijk een paar eieren erbij kunnen krijgen. We kunnen ook geen kippen er meer bij krijgen. Omdat we niet genoeg geld hebben. Maar we hebben wel een broedei. Dus dat is wel leuk. Ik hoop dat die pittige champignons heel snel groeien. En ik wil eigenlijk deze even weg hebben. Wacht hè. Voorwerp herstellen. Misschien dat het beter gaat. Dat gaat hij doen, onderzoeken. Dat is niet nodig. Ga eerst maar even eten. En ga dan maar... gaan wij gezellig samen koken met Kim. Ga maar samen een fruitsalade maken. Ja, dat is gezellig. Of wil ze... Oké, dan gaan ze lekker samen gezellig koken. Dat is wel geinig. Oh, daar gaat wat verkeerd. Nou, neem er daar maar eentje van. Kim, neem er ook even eentje, want anders doe ik het in de koelkast. Daar niet. Ik denk dat ze weggaat. Gaat ze naar huis. Doei, Kim! Zeggen we tegenwoordig geen doei meer. Oh, weg is ze. Nou, even slapen. En zo meteen om 6 uur 's ochtends, als het goed is, groeit alles weer. Hoop ik. Oh, waren ook nog die aardappels zeker, hè? Normale aardappels. Heb ik die ingezaaid? Ja, deze. Nice. Die moet trouwens ook onderzocht worden. Zodra die klaar is met slapen, onderzoeken. Deze moet onderzocht worden. En de anders moet onderzocht worden. En volgens mij heeft hij de rest al onderzocht. Hoop ik. En dan is wachten dat alles gaat groeien. Goedemorgen! Zo, het is de volgende dag. En het is direct allemaal... het is vreselijk. Overal zitten beestjes. Overal zitten... Er zit onkruid. Dus Bob heeft vandaag druk met de planten. En alles kan geoogst worden. Zelfs... Ja, ja, de pittige champignons. Ja. Dat is goed. Nou, dat nog eventjes onderzoeken. Dan moet die straks ook plassen. Kiphok is een beetje vies. We kunnen 2 eieren rapen. Dus doe dat ook maar. Eieren rapen. Er is nog genoeg voer. Dus dat hoeft ook niet. En alleen vandaag hebben we niet genoeg geld om het gewas te bemesten. Nou, als het goed is. Hij moet wel heel nodig plassen, zie ik. Ah, je kunt hem wel even volhouden, Bob. Niet zo piependozen. Eventjes je tuin een beetje onderhouden. Hoeveel pittige champignons hebben we nu? 2. Dat is niet veel. 2 is niet veel. Maar wat we wel kunnen doen... die niet verkoopt, maar de rest wel. Daar hebben we in ieder geval een klein beetje geld. Dus dan gaan we straks weer eventjes naar het dorp toe. Dat kan ik wel even zo opruimen. Ja, ik weet dat je naar de wc moet. Je kunt er wel even volhouden. Niet zo piepdozen. En dan eten.
Klikje spakken, wie staat nou weer? Weer Kim. Hi Kim, moet je niet aan het werk? Zo, die erin. En heeft hij de eieren al geraapt? Nee, zeker. Ja, wel. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even naar het dorp toe en dan gaan we even de boel verkopen. Hartse vlats. We hebben weer onderhandeld. Want we hebben nu een beetje een relatie met Kim. Dus ik hoop dat het een beetje goed gaat. Even kijken, wat kunnen we verkopen? De aardbeien, de charmant kunnen we verkopen, de druiven. Eieren niet, want die moeten we afleveren. Paddenstoelen kunnen weg, paprika's kunnen weg. Pittige champignon niet, de tarwewortel kan weg, de normale wortels kunnen weg. Bosbes kan weg. Chocobes, framboos, moest dat ook nog inleveren? Nou, we hebben nou in ieder geval frambozenstruik. Dan kunnen we in ieder geval weer kunstmest kopen. Dus dan doen we dat ook. En dan gaan we weer naar huis. Heel de heen en weer reizen. En dan weer even in de tuin bezig. Oh nee, we kunnen maar geen kunstmest kopen. Waarom niet? Omdat we een rekening hebben. 1500! Oh, dat kunnen we nooit betalen, wat erg. Wat moet eerst geld doen? De stroom wordt afgesloten straks. Oh, dat meen je toch niet? Oh, wat erg. Post halen. Wat zit er allemaal in de brievenbus? Nou, wat is dit? Rekeningen. Oh nee, 752. Oh, vreselijk. Hoeveel eieren hebben we nu? 7, nog niet genoeg. Dat is in ieder geval één ding wat ik vandaag wil doen. Die eieren afleveren. Dat is echt wat er trouwens wel gedaan kan worden, Bob. Ga je eerst eens even lekker vissen. Want. Dan kunnen we alles weer. Dan kunnen we alles weer bemesten. Yay! Het ei in het kipbok is klaar om uitgebroed te worden. Nou, wat goed. En ik zie dat we een camera hebben opgepakt. Die gaan we verkopen. Want we hebben nog 24 uur. We hebben al geen stroom meer. Dus dat is een beetje lullig. Kijk, de elektriciteit is afgesloten. Als we nu niet gauw betalen, dan zijn we ook nog het water kwijt ook nog. Dus ja, ik moet dan toch even alle vissen verkopen. Dat is een beetje lullig, maar wij moeten echt die rekeningen betalen, want anders hebben we een probleem. Dat is wel jammer van het ding, maar goed, het is niet anders. 752 hebben we nog ietsjes over. Stop maar met vissen, want hier zijn beestjes en onkruid. En eitje kan worden uitgebroed. Dan moet nog dat nog gedaan worden en dan moet hij ook gewoon geslapen, want het is al veel te laat. Nou, kuikentje! Nou, wat schattig! Wat lief! Voer een buur strooien. Jee, eieren rapen. Nou, ja, we beginnen. Ja, ga eerst maar even naar de wc douchen en slapen. En dan moet ik even kijken hoeveel eieren we hebben, want het zal wel niet zo heel lang meer duren, denk ik. Als het goed is. 2 eieren. En dan openen. 9 eieren. We moeten er nog een paar. Er is trouwens iets bedorven, ik weet niet wat. Die is bedorven. Nou, mooi. Slaap lekker, Bob. Er is ook heel veel om te oogsten. We hebben nu 4 pittige champignons. We moesten er volgens mij 6. Moet kijken hoeveel we nou allemaal bij ons hebben. Top! Tuinniveau vaardigheid 8, dat is nice. Doe deze maar even weggooien, want eigenlijk moeten we hier een extra. Heb ik maar $10? Dus we moeten het echt gaan verkopen. Ja, dat is een beetje lullig. We kunnen geen eieren rapen, denk ik. We kunnen wel eieren rapen. Gaan we eieren rapen? Weer 2 eieren. Openen. We komen nog 1 ei tekort. We moeten nog 1 keertje eieren rapen. En dan kunnen we in ieder geval dat voltooien. En we gaan ook verkopen. Want het is echt. Het is crisis weer. We hebben geen geld, helemaal niks. Wat erg. Dit meen je niet, hè? Dit meen je niet. Ik wou net alles oogsten. Alles kon geoogst worden. En ik heb. Poef! Weg is het. Alles weg. Oh, dat meen je niet.
Maar we kunnen wel in ieder geval die eieren afleveren. Dat dan weer wel. Dus dat is wel goed. Dus ze zouden wel uitgegroeid zijn of zo, denk ik. En oké, alles is weg, hè. We hebben echt alles. Het is vreselijk. Ja, goed, maar even douchen. Want die klote waterbesparing die is ook klaar. Openen. En alle eieren erbij. En wie moet ik dat ook alweer geven? Die eieren. Want er zijn weer een kruidenierseigenaar. Kruideniers. Hoe? De? Wie? Ik heb niet gezien. De? Want er zijn witte eieren bij de kruidenier-eigenaar. Witte eieren vind je bij de... Ja, dat is aan Kim, toch? Kim is toch de kruidenier-eigenaar? Laten we kijken of we haar kunnen bellen. En dat we die eieren kunnen afleveren. Oh, voor mij is er in je boos. Hi, Kim. Klop, klop, klop. Nee, niet naar huis sturen. Goedemorgen. Ik kom uw eieren afleveren. Oh, daar stond hij al tussen. Meer cursus, meer cursus, meer cursus. Waar staat dat nou? Hoe vaak moet ik klikken om de eieren af te leveren? Meer cursus. Ask about health. Door zijn eieren afleveren. Kijk eens, Kim, ik heb eieren voor je. Krijg ik geld? Ja, ba. Je bouw. Is die klaar? Yay! $175 erbij. Stumpsy, Tiso Web Galarga. Nice. Ochima. Wef Wemp. Benu Siblurf. Oké, dan hebben we in ieder geval die hebben we klaar. Dan moeten we alleen nog. Ja, dat is wel een beetje kut. We hebben er nu 4. We moesten de. We moeten de 6. We moeten er 6 hebben, dus dat is een beetje vervelend. We moeten ook alles bemesten. Dan hebben we nog 7 eieren over. Nou, die zetten we wel hierin. Er komt even een vos langs rennen. Wat ik dan nog even wil doen is even terug naar het dorp om de burgemeester eventjes te vragen. Trouwens, die kunnen we ook wel bellen, toch? Het scheelt weer reizen. Waar is de burgemeester? Daar. Vroeg. Chesene Klankes, Lanaka. Kijk. Goedemorgen. Hulp voor klusjes aanbieden. Volgens mij moeten we dan gaan vissen daar. What's up, dude? We hebben in ieder geval $175 verdiend. Dus dat is top. Ik wil even in het dorp een tijdje bezoeken, maar ik heb vrees. Zou jij een wandelingetje kunnen maken om te zien hoe het met iedereen gaat? Voer een paar van deze best leuke, al zeg ik het wel klusjes uit en ik weet zeker dat je wordt beloond. Assortiment bessen, lamewol en dierenlekkernij. Doe maar. Wat moeten we doen? Een visvang in de Old New Hanford, in de tuinbouw of kranier Finchwick snuffelen. Bezorgen van de kranier en haar dienstdromen. Vragen. Oh. Dus die moet hier tussen staan, als het goed is. Dacht ik. Spieren laten zien. Vraag om een huishouden in te trekken. Nee, dat is het een beetje vroeg. Lijkt me dat dat deze moet zijn, toch? Kijk, we er vast. Oh, we krijgen een cadeautje, wat lief. We hebben gekregen Beef Wellington. Oh, lekker man. Lekker man. Oké, zetten we die daar even neer en een stuk kaas. Oh, wat lief. Mooi. Dan moeten we dus eerst even hier gaan vissen. Gaan vissen. En hoe is het met de kipjes? Zijn de kipjes ook blij? Jawel. Hij is wel een beetje vies trouwens. Dus we eerst maar even kippenhok schoonmaken en dan gaan we wel even naar het dorp toe. Alright, nou en voor nu doen we nog eventjes, we moeten hierin snuffelen. Waarschijnlijk moeten we er iets kopen, denk ik. Kijk, we zijn nu aan het snuffelen, dus dat is goed. En we moeten nog meer doen. Bezorgen van de kroniers naar dienst van dromen vragen. Oh, de bezorgen van de kroniers waren, die moeten we bellen, dat is die kill. Kletsen en uitnodigen op de locatie. Ga weg, Kim. Kijken of we hem even kunnen bellen. Lotte en de boer are having sex. Ho eens, wat zijn jullie aan het doen? Jongens, dat kun je niet maken. Ze zitten hier gewoon midden, wat doen ze? Nou, dat mogen jullie niet zien, dat mag man op YouTube. Foei. Wat doen ze? Waar is die kel van die kruideniersapparaat misschien bezorgen, meneer? Ding, geval. Hoe is die kel? Is die weg? Camera richten, waar is die? Daar is die. Oh nee, dat is de weeshouder.
We moeten die kruideniers mevrouw moeten hebben. Bessen ruilen. We kunnen hem natuurlijk nog geen bessen geven, hè? Nee, omdat we nog niet 6 van die bessen hebben. Waarom zitten ze hier ook gewoon? Wat doen ze? Dit kan toch niet? Ze zitten foekie foekie toe naast de kachel. Er was voor mij was een vrouw die was de bezorger van de kruidenierswinkel. En anders doen we dat de volgende keer. Ik weet niet wie dat was, maar er was er wel eentje. Wat zitten ze te doen? Gelukkig heb ik streammodus aanstaan. Kijk, zo kun je het wel zien. Wacht, er zijn er 2 kerels. Of 2 vrouwen. Brenda van Beek, Lotte de Boer. Ja joh, daar zijn 2 vrouwen. Maar jongens, ik denk dat het mooi is voor vandaag. We gaan dus de volgende keer gaan we die bezorger van de kronieswaren naar die zonvraag gaan we proberen. Dan hoop ik ook dat we die 6 pittige champignons kunnen afleveren. Laten we eventjes met hem praten voordat hij er doorgaat. Leren kennen. En lieftallige en pittige champignons bij de pub-eigenaar afleveren. Nou, dat hadden we eigenlijk al wel kunnen doen. Dus dat gaan we de volgende keer ook doen. Mocht je dit een leuke video gevonden, jongens, knalt hier even die like erop. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!